Je kunt ervoor kiezen om uit het drama te blijven. Als er iets gebeurt in je relatie wat je heel heftig beroert en wat allerlei knoppen in je aanraakt. En dat kan met name als je erin oefent om steeds meer bij je centrum te blijven of te komen. En dat is iets waarbij mij heel behulpzaam is, wat ik leer in de somatic experiencing, in de trauma healing. En wat ik ook deel. Want heel veel dingen die in een relatie gebeuren, die haken aan bij dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Ik maak dit filmpje omdat ik deze week geconfronteerd werd met iets wat mij heel heftig raakte. In mijn relatie met mijn partner. Ik voelde me veilig, ik voelde me blij, want we zouden samen ergens heen gaan wat voor mij heel intiem was om dat samen te doen. En toen kwam het voorstel van hem dat hij ook een ander had voorgesteld, al veel eerder. In feite, in de tijd dat ik de relatie verbroken had, om ook naar die gelegenheid te gaan. En hij sprak daarover met mij en opende hoe die daarmee zat. En het was nieuw dat hij dit zo opende en zo deelde. Dus dat kon ik ergens zien dat het nieuw was, maar het raakte bij mij ook alle knoppen van, oh, ben ik dan niet belangrijk genoeg om daar alleen met hem heen te gaan? En wat maakt dat het niet kan in een veilige omgeving? Ik voelde dat ik mijn veiligheid verloor. En ik voelde ook dat ik de mogelijkheid had om te zeggen van, dan ga ik niet. Dus er openden zich ook mogelijkheden. Want ik weet ook dat uiteindelijk de ander ook in een relatie je niets verschuldigd is. Ik hoorde dat ooit mijn Oosterse spirituele meester Osho zeggen. De ander is je niets verschuldigd, zelfs de waarheid niet. En de waarheid vertelde hij nu wel. En ik realiseerde me ook dat ik in die tijd dat hij het die ander ook beloofd had, dat ik toen de relatie zelf verbroken had. Maar het raakte me heel erg en ik gaf heel duidelijk aan dat ik dat niet wilde of niet fijn vond dat die ander daar ook kwam. En ik deelde ook dat het mij heel heftig raakte en dat ik tijd nodig had om het te verteren. Dus ik kon niet op een ander onderwerp overgaan in dat telefoongesprek terwijl zoveel dingen in mij gaande waren. Maar ik besloot heel diep van binnen om uit het drama te blijven. Ik dacht, dat heb ik al zo vaak gedaan. Misschien niet zozeer naar buiten, ook voor een deel, maar vooral naar binnen toe. En ik dacht, waarom zou ik dat me op die manier zo in de war laten brengen? Terwijl ik ook respecteerde van mezelf dat alles in mij aan het trillen was en aan het beven was. En ik voelde ook zijn vriendelijkheid. Dat hij zei van oké, ik nodig haar niet uit en
Laten we het over iets anders hebben. En op dat moment kon ik aangeven: nee, ik wil het nou niet, ik kan het nu niet over iets anders hebben, omdat er zoveel in mij gaande is. En toen nam ik de tijd om bij mijzelf te zijn, om te voelen wat gebeurt er in mijn lichaam. Ik beklopte de resetpunten om weer in balans te komen, want ik zou die avond ook een familieopstelling geven online. En ik voelde mijn emoties, ik ging naar mijn lichaamssensaties en ook naar de realisatie dat we in feite mensen zijn op deze aarde en dat ieder van ons een vrije keuze heeft om dingen te doen die vanuit de persoon zelf komen. En dat het mogelijk is om in verbinding te blijven als je je opent voor dat je van die ander maar zo weinig weet en dat er in de ander zoveel meer is wat je niet weet en wat je nooit zult weten. En dat er zelfs in mij zoveel is wat ik nog niet ken. En ik realiseerde me ook hoe belangrijk het is om uit de verwijten te blijven. Omdat er een opening was tussen ons, een opening ontstaan tussen ons, beide bang voor intimiteit, waarin we waren gaan delen, waarin we ook in dit telefoongesprek hadden gedeeld wat er bij ons was. Hij deelde dat hij er zo mee zat met die belofte die hij aan die ander had gedaan en met wat het voor mij zou betekenen. En ik deelde dat het me raakte en wat het met mij deed. En ik kon zien hoe kostbaar dat was. En hoe gemakkelijk dat weer verstoord zou kunnen worden door in verwijten te gaan, door zelf in te storten, door in een drama te gaan. Omdat de ander, in dit geval hij, ook heel kwetsbaar is. En ook innerlijke wonden heeft. En ook verbindingen heeft met anderen. Niet alleen met mij. En ik realiseerde me dat het open blijven naar elkaar en de veiligheid in de conversatie en in het tegemoetkomen en in het ook willen begrijpen van de ander, en ook al begrijp je het niet, te respecteren dat je het niet begrijpt en dat te aanvaarden, dat zo belangrijk was. En ik besloot dus te wachten. In mij kwam weer een oud patroon naar voren van: oké, volgende week heb ik de Somatic Experiencing opleiding, de traumaopleiding. Ik ga eerst werken aan dit stuk, sessies over en weer doen. En dan zie ik wel weer hoe dat verder zal gaan. En dan deel ik hem dat mede. Ik ga 8 dagen geen contact opnemen. En meteen dacht ik: oké, dit hoort bij mijn oude patroon. Er was intimiteit. Er komt iets wat de veiligheid verstoort en meteen weer heel ver uit elkaar. En ik vroeg me af, wat betekent dit voor de veiligheid in onze relatie? Want 8 dagen lang is hij in onzekerheid. Wat zal er uitkomen? Wat zal er gaan gebeuren? En mijn verlangen was om in verbinding te blijven. En als ik het wel nodig had gehad, die 8 dagen, dan had ik dat ook gecommuniceerd. Maar ik realiseerde me dat dat onveilig was en dat het ook niet nodig was. Als ik uit het drama kan blijven,
Dan kan ik weliswaar nog steeds sessies doen om te kijken wat het bij mij aangeraakt heeft. Maar het is niet nodig om de verbinding te verbreken. En mijn verlangen was steeds meer verbinding. Dus ik bleef bij mijn verlangen. En het mooie was dat door dat besluit ik open was en het bestaan mij dan ondersteunt in mijn verlangen. En ik weet niet hoe, maar iets verzachtte zich. Dus ik kon al die avond een appje sturen, terwijl hij nog al slaapt dan, dat het oké was voor mij. Dat het weer oké was voor mij en dat ik hem de volgende dag zou bellen. En dat was niet dat ik mezelf daarin in een slaafse positie plaatste of in een mindere positie plaatste, maar ik voelde ook zijn dankbaarheid en ik was ook dankbaar voor wat ik hiervan heb mogen leren. Hoe ik heb mogen ervaren dat ik gecenterd kon blijven, dat ik uit het drama kon blijven en dat ik vanuit ik-boodschappen had kunnen reageren van hoe het voor mij voelde. Zonder een verwijt te maken, omdat de verwijten vaak gebaseerd zijn op plaatjes die we in ons hoofd hebben van hoe de ander is en van waaruit de ander zou handelen. En je weet het niet, misschien weet de ander het zelfs niet. Dus voor mij is heel belangrijk om het te realiseren dat beide kwetsbaar zijn en reageren vanuit kwetsbaarheid. En om te voelen, wat is mijn verlangen? Want je kunt zeggen van, ik wil meer intimiteit. En als er dan iets gebeurt, dan doe je eigenlijk in een drama alles wat die intimiteit verstoort. Dus dat is mooi om een soort contract te voelen met jezelf, wat je sluit als je meer intimiteit wil. En voor mij is het ook belangrijk om te erkennen dat ik zelf bang ben voor intimiteit. Dus dat ik ook iemand anders aangetrokken heb die ook bang is voor intimiteit. Dat is vaak zo. En dat dat in feite ook nodig is voor mij, omdat als een partner helemaal open zou zijn, helemaal totaal zou zijn en helemaal voor mij, en wat denk ik nooit kan, maar dat zou voor mij too much zijn. Dat zou voor mij te veel zijn. Dus ik kon ook dankbaar en kan ook dankbaar zijn voordat ik in kleine stapjes mag gaan en daar de kostbaarheid van te voelen. En ik ben dankbaar voor wat het brengt voor mijn groei en voor de groei in onze relatie. Vaak kunnen obstakels of heftige dingen meer groei brengen dan wanneer alles heel gemoedelijk en vredig blijft gaan. En als iets vredig blijft gaan, want alle mensen zijn heel verschillend van binnen, dan is het de vraag, wat is dat alsmaar vredig zijn? Niet dat dat niet mag, maar het kan ook zijn dat mensen 40, 50 jaar bij elkaar zijn en elkaar nauwelijks kennen of dat er nauwelijks groei is in de relatie. Dit is wat ik wilde delen. Meer filmpjes over relaties die ik gemaakt heb, vind je in de link die ik deel in de beschrijving onder dit filmpje.